Ik denk dat wij van start kunnen en nou ja, mensen die nu binnenkomen, die luisteren vanzelf mee. Hartelijk welkom allemaal bij deze webinar over de subsidieregeling. En we zijn vandaag ongeveer een uurtje in de lucht om nou ja, straks een korte toelichting te krijgen over de subsidieregeling. En jullie kunnen vragen stellen over nou ja, over de toelichting natuurlijk, maar ook de vragen die je al van tevoren had. Dat kan middels de vraag- en antwoordbalk. Dus ik hoop dat jullie die allemaal kunnen vinden in je scherm. Als je daar een vraag stelt, zal ik nou ja, bekijken welke vraag dat is en die aan de presentatoren stellen. En zo mogelijk kunnen wij ook reageren op die vraag in de chat. Dus dan zien jullie die allemaal voorbij komen. Nou, voor we dat gaan doen, ik ben Iris Remmershaal van Kennisnet en zal deze sessie begeleiden. Verder zijn er nog een heel aantal andere mensen aanwezig die vragen kunnen beantwoorden. Dat zijn Gerard de Ruiter, Willem Lammers en Annelies Blommers van OCW. Dat is Pieter-Jan Halk van de Dienstenuitvoering Subsidies aan Instellingen en Nienke Deelstra van de PO-raad. Straks zal Annelies beginnen met een korte toelichting. En nou ja, goed, jullie kunnen dan natuurlijk meteen vragen stellen. Daarnaast wordt het webinar ook opgenomen. Dus mocht je niet helemaal tot het einde kunnen blijven, dan nou ja, kun je eventueel later het laatste stukje terugzien of later nog delen aan collega's. En volgens mij kunnen we dan straks van start gaan. Nu zie ik dat er echt veel mensen binnen zijn, dus ik wil bij deze ook nog onze excuses aanbieden voor vorige week. Helaas ging het niet goed en lukt het ons ook niet snel genoeg om het op te lossen. Dus vandaar dat we toen gekozen hebben om het toch te verplaatsen naar dit moment. Maar volgens mij zijn we gelukkig nog op tijd met. Want ik begreep dat zojuist het aanvraagformulier is opengegaan. Daarvoor zal straks ook een link gedeeld worden. Voor nu wil ik eerst het woord geven aan Annelies Blommers, die de subsidieregeling zal toelichten. Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat ik goed te zien en te horen ben. Ik zie mensen knikken, dat is fijn. Op deze manier gelegenheid te hebben om de regeling toe te lichten. En fijn ook om te zien dat daar zoveel belangstelling voor is. Ik zal stilstaan even bij de achtergrond van de regeling. Wat is de gedachte erbij geweest? Waar is de regeling voor bedoeld? Wat kan er? Wat is er nodig voor de aanvraag? Wat zijn de voorwaarden? De verantwoording achteraf. Ik zal dat proberen om zo samenhangend mogelijk door te lopen. Ook op basis van vragen die we eerder schriftelijk al hadden gekregen. Nou, Iris, ik laat me ook graag onderbreken als er vragen zijn die ik tussentijds al mee kan nemen. Willem en Gerard en Pieter-Jan, die kunnen daar ook bij helpen, gelukkig. Nou, om mee te beginnen. Tijdens de sluiting van de scholen was er heel veel bewondering voor wat er allemaal aan afstandsonderwijs werd georganiseerd door scholen. Laten we daarmee beginnen. Natuurlijk waren er veel zorgelijke, maar er waren ook heel veel positieve berichten. Nou, nu de scholen weer opengaan, leidt dat ook een beetje tot de vraag: ja, zijn er achterstanden? Hebben kinderen nu heel grote achterstanden opgelopen of juist niet? En ons beeld is eigenlijk gewoon, zoals heel vaak, dat er hele grote verschillen zijn van school tot school en vooral ook van leerling tot leerling. En toen het kabinet een aantal weken geleden besloot om geld vrij te maken en echt een behoorlijk bedrag om achterstand onderwijs in te halen, zijn we daarom op zoek gegaan naar een regeling die recht kon doen aan die verschillen. En dat betekent dat er niets verplicht is, maar dat we wel graag financieel mogelijk willen maken dat er iets extra's kan worden gedaan door scholen waar dat nodig is. Nou, dat is eigenlijk ook de regeling in het kort. Die geeft u als schoolbestuurder de mogelijkheid om subsidie aan te vragen, om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden. En dat kan in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren, of door het organiseren van programma's in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie. Deze regeling geldt voor VO en MBO. Dat heeft u gezien in de tekst van de regeling. Het is goed om te weten, wellicht, dat ook voor de voorschoolse educatie nog een regeling volgt. En ik denk dat
in de loop van deze week meer informatie over komt. De regeling is bedoeld om inhaal- en ondersteuningsprogramma's te organiseren. En dat is voor de periode van de komende zomervakantie, dus 2020, tot aan de zomervakantie van 2021. En ik zag dat er al een vraag was gesteld ook over de looptijd. Dat is tot en met 31 augustus 2021. Dus de hele zomer van volgend jaar hoort daar ook nog bij. Ik heb een aantal vragen gezien over wat voor soort programma's mogen wij organiseren. Mag het een zomerschool zijn of juist mag het niet wat anders zijn? Zomerschool? Ja, bij mij viel je even weg. Dus kan je je laatste herhalen? Ik zei dat we veel vragen hadden gekregen over wat voor programma's mogen we dan organiseren? Bijvoorbeeld scholen die zeiden, mag het een zomerschool zijn? Of maar ook het tegenovergestelde, mag het nou niet wat anders zijn dan een zomerschool? Nou, het antwoord is ja, dat mag eigenlijk allemaal. Deze middelen zijn bedoeld voor extra begeleiding om dingen in te halen die niet goed zijn gelukt tijdens het thuisonderwijs, het onderwijs op afstand. Het is niet de bedoeling om een nieuw programma op te zetten met lesinhoud die je anders nooit zou geven. In die zin is het geen extraatje of een soort kers op de taart. Maar het is wel bedoeld voor extra uren en daarvoor is de vorm vrij. Dus een zomerprogramma is prima, maar extra inzet van een IB'er op de woensdagmiddag of in de pauze mag ook. Dat is helemaal aan u om te bepalen wat bij uw situatie past. Annelies, ik zie gelijk al een paar vragen hierover. Ja. Of je ook onderwijsassistenten mag inzetten tijdens de huidige schooltijden? Ja, ik zit daar even over te twijfelen, omdat het is zeker geen probleem om onderwijsassistenten in te zetten. Dat kan ik me erg voorstellen, maar het is ook weer niet de bedoeling om leerlingen de reguliere lessen te laten missen. Want dan wordt het wellicht ook gat op gat stapelen. Maar ik kijk ook even naar Gerard en Willem. Misschien mag ik daar wat aan toevoegen. Ja. He, want in de regeling staat dat het buiten de reguliere lessen om moet eigenlijk. Dat het echt wat extra's moet zijn. En dat zeg jij ook. Ja. Je zou ook kunnen denken om als kinderen als zelfstandig aan het werk zijn. Om dan met een onderwijsassistent aan de gang te gaan. Of bijvoorbeeld als een kind is bezig is met een weektaak. Om dat soort momenten zou je natuurlijk prima met een onderwijsassistent wat kunnen doen. Alleen het is niet de bedoeling als een klas instructie krijgt dat een leerling er dan wordt uitgehaald. Ik denk dat dat een beetje is wat jij wilt zeggen. Ja, zeker. En verder hoe nauwer dat verbonden is met de school en het reguliere programma. Ik kan me best voorstellen dat dat fijner is voor iedereen. Zeker. Ja. Dankjewel. Ik zie hier ook nog een vraag. Ik wil in samenwerking met 8 andere basisscholen van 3 besturen 2 zomerscholen opstarten. Geldt dan nog steeds de 10% norm van alleen mijn school? Want hij streeft naar 2 keer 75 kinderen. En dat wordt gecoördineerd vanuit zijn bestuur. Ja, die 10% die geldt per school. En voor de regeling geldt dat zowel de aanvrager en de ontvanger van de subsidie zijn, is het schoolbestuur van de school die het programma uitvoert. Dus ieder bestuur kan voor ieder van zijn scholen of voor een deel van de scholen subsidie aanvragen. En het is helemaal geen probleem om dan vervolgens een gezamenlijk programma op te zetten. Om het geld, zeg maar in de pot te doen. En het is ook geen probleem als er meer leerlingen deelnemen. Maar er geldt wel dat maximale bedrag van €900 voor maximaal per leerling. Als je uitgaat van maximaal 10% van de leerlingen. Dus dat is het bedrag dat beschikbaar is. En als dat geldt dan voor meerdere scholen. Dus als 1 school de uitvoerder is, maar de leerlingen van meerdere scholen mee, dan zouden voor die scholen ook het bedrag aangevraagd moeten worden voor het aantal leerlingen dat vanuit die scholen deelneemt. Dit is een hele ingewikkelde zin, maar ik hoop dat het te volgen is. Nou ja, en anders zien we vanzelf een vervolgvraag. Er is nog een vraag. Moet de regeling, of kan die ook in de vorm van kindercoaching worden ingezet? Dus voor individuele... Ja, zeker. Ja. Even kijken of we nog...
meer vragen? Er wordt een vervolgvraag gesteld over die vorige lange vraag. Dan zijn er 8 aanvragen. Ik denk dat hij bedoelt of met 8 andere... Dat het 8 scholen zijn waarschijnlijk, ja. Ja, dat is dan wel het gevolg, inderdaad. Maar ik kan misschien ter troost wel zeggen dat het aanvraagproces wel echt redelijk eenvoudig is. Het is een kort formulier, dus de administratie is echt te overzien. Dus ik hoop dat dat wat verzacht. En Annelies, mag ik aanvullen hierop of niet? Ja, dat denk ik. Ja. Ik kan me ook voorstellen, als je zegt van we hebben 8 basisscholen en samen hebben we programma van 2 keer 75 leerlingen, maar bijvoorbeeld 1 van de scholen of 2 van de scholen daarvan... Dus zeg maar, 10% van leerlingen zit al zeg maar, aan die 75 leerlingen. Dat kan ook zijn dat je gewoon via de ene school het organiseert. En als je daarmee met die als 10% van die ene school al daarmee al 75 leerlingen kunt... Oh ja, als je zelf wel aan die aantallen komt. Dan is dat natuurlijk ook gewoon een pragmatische manier om dit te organiseren. Dus wat die 10%, die gaat erover dat je gewoon voor 10% van jouw aantal leerlingen bij je school kun je subsidie aanvragen. Wil je voor meer leerlingen een programma aanbieden, kan dat ook. Maar dan heb je natuurlijk voor die max 10% van de leerlingen krijg je subsidie. En als je dat samen doet met andere scholen, kunnen het zo zijn dat de populatie van delen van alle scholen ook opgeteld gewoon meer is, waardoor je meer subsidie kunt aanvragen. Maar is dat minder, dan kan dat natuurlijk ook. Dus vrij flexibel zijn we daarin. Oké. Mooi. Even kijken of dit... Dank wordt er gezegd, dus deze vraag is beantwoord. Dan een vraag. Is het mogelijk dat als veel bevoegde gezagen de subsidie aanvragen, dat het bedrag al op is voor dat tweede moment die aanvraag opengaat? Nee, dat is niet mogelijk. Er zijn misschien zal ik voor mensen voor wie dit niet helemaal kunnen plaatsen toelichten dat er sprake is van 2 tijdvakken. Ik pak heel eventjes de exacte data erbij. Het eerste aanvraagmoment is dus zojuist gestart en dat loopt een kleine 3 weken door tot en met 21 juni. En dat is voor activiteiten die tussen 1 juli en 31 december worden uitgevoerd. Maar er komt ook een tweede tijdvak en die gaat 18 augustus open en die blijft een maandje open. Dus dat is wellicht fijn voor besturen die iets langer bedenken of organisatietijd nodig hebben. En dat is voor activiteiten die vanaf 1 oktober tot aan het einde van het volgende schooljaar, inclusief die zomer, worden uitgevoerd. We hebben voor die beide tijdvakken 50% van het subsidiebedrag gereserveerd. Dus het kan niet zo zijn dat in het eerste tijdvak de hele pot al leeg wordt geroofd. En het is ook niet zo dat als er in het eerste tijdvak te weinig wordt aangevraagd dat het geld verloren gaat. Want wat in het eerste tijdvak overblijft, eventueel, want dat kunnen we moeilijk inschatten, dat komt in het tweede tijdvak alsnog beschikbaar. Maar er is altijd, ook in het tweede tijdvak, nog evenveel subsidie beschikbaar als dat er in het eerste tijdvak beschikbaar is. Oké. En mag je dan ook 2 keer aanvragen? Ja, maar wel tot dat maximum bedrag waar we mee rekenen van €900 keer max 10% van je leerlingen. Of voor scholen met veel achterstandsleerlingen 20%. Maar dat eventueel als je dat wil verdelen over 2 aanvragen of gedurende de eerste activiteit, denk je van nou we willen toch verlengen of we willen ook nog wat anders doen. Dan kan dat, maar hou dan wel dat plafond in de gaten. Oké, volgens mij is die... duidelijk. Er lopen natuurlijk nu wat vragen door elkaar, dus ik ga gewoon proberen een beetje van boven naar beneden te werken. Dus we switchen een beetje tussen onderwerpen helaas. Even kijken hoor, we hadden het net over kindercoaching. Mag dat ook op sociaal gebied zijn? Dus er zijn kinderen die externe of die angsten hebben ontwikkeld en mag je dan daar het ook voor gebruiken? Ik vind het wel lastig om op dit soort hele individuele gevallen iets te zeggen. Kijk, we zeggen leer- en ontwikkelachterstanden. En volgens mij is het heel goed als onderwijs en jeugdhulp nauw samenwerken. Maar dit klinkt ook wel bijna een beetje alsof hier angsten, alsof daar ook jeugdhulp bij betrokken zou zijn. Dus ja, ik vind het lastig om daar zo individueel... Want ik kan niet helemaal plaatsen of dat nog gaat over onderwijs en het inhalen van het leervermogen of de leerachterstanden inhalen.
principe schrijven wij eigenlijk weinig voor over de inhoud. Dus en als dit soort heel specifieke vragen straks nog niet beantwoord zijn, er is ook een loket geopend waar vragen kunnen binnenkomen. Daar kunt u dan ook altijd nog even een check doen. Dan kunnen we het ietsje verder uitzoeken, mocht het straks nog niet duidelijk zijn geworden. Iris, mag ik daar nog iets algemeens over zeggen? Misschien even ter aanvulling. Ja. Je moet je als school gewoon zelf bepalen wat je doelgroep is. En wat dat betreft stel je zelf ook vast welke leerlingen in aanmerking komen voor extra ondersteuning op didactisch, maar dat mag ook op sociaal-emotioneel vlak. Weet je, als doel is uiteindelijk, en ik denk dat dat Annelies ook een beetje zegt, van dat je weer goed moet kunnen deelnemen aan het onderwijs in de groep. En als blijkt dat dat door zo'n interventie kan, dan zou dat mogelijk moeten zijn. Oké. Even kijken. We hebben hier nog een vraag. Wat wordt er bedoeld met een positieve... Oh, hij switcht weg van mij. Wat wordt bedoeld met een positieve onderwijsachterstandscore? Dankjewel. Wil je die ook gelijk beantwoorden, Willem? Heb jij dat is goed. Ja, het antwoord daarbij is... Kijk, als een school, dat hangt eigenlijk samen met het beleid rondom de onderwijsachterstandsmiddelen, de OAB. Dus als je als school daarvoor een positief onderwijsachterstandscore hebt, dus dat betekent dat je als school dus aangemerkt wordt dat je een bepaalde populatie hebt die gekenmerkt wordt door onderwijsachterstanden, dan is die positief, dan is die score positief. En dan kom je in aanmerking dat je voor maximaal 20% van je populatie subsidie kan aanvragen. Ik hoop ook, er komt ook een lijst beschikbaar, als ik me niet vergis. De lijst is inmiddels beschikbaar op de website van de SI. Oké, mooi. Dus als iemand twijfelt of zijn of haar school daarbij behoort, dan is dat ook even op te zoeken. Sterker nog, Pieter, misschien kun je even toelichten, dat staat ook in het aanvraagformulier zelf. Dus als je op je eigen school je het aanvraagt, dan staat daar gewoon al ingevuld wat het aantal leerlingen is wat op jouw school zit. Daar staat ook bij of je dan net voor maximaal 10 of maximaal 20% kunt aanvragen. Klopt. En als je nu op dit moment al wil kijken naar welke score en welk percentage bij jouw specifieke school hoort, dan kan je dat op de lijst terugvinden. Die lijst is te vinden op www.dusi.nl. Die zullen we zo meteen anders ook nog even bijvoegen. Ja, dat lijkt me handig. Vraagt hoe het zit met de verantwoording achteraf qua documentatie en financiën van de regeling. Ja. Even kijken hoor. Of ik eventjes iets bij. Misschien voorafgaand goed om te zeggen ook even over de voorwaarden. Want wat je dus ook moet kunnen worden, zijn eigenlijk heel, die zijn vrij eenvoudig ingestoken. Er zijn niet veel voorwaarden. We zeggen in de regeling dat het programma een reëel perspectief moet bieden op het inhalen van achterstanden bij leerlingen. Dat laat veel ruimte voor interpretatie, net zoals dat de doelgroep heel opengelaten is, zodat u dat als school zelf kunt bepalen op welke kinderen het nodig hebben. Maar omdat het best onbehoorlijk wat geld gaat, zeker als een school voor maximaal zou aanvragen, zeggen we wel dat er een ondergrens is van 30 uur. Dus alleen aanvragen voor een programma met een omvang van tenminste 30 klokuren wordt in behandeling genomen. Dat wil overigens niet zeggen dat alle leerlingen 30 uur moeten volgen. Natuurlijk kan het zo zijn dat één leerling sneller is geholpen dan een andere leerling. Maar dat is goed om in het achterhoofd te houden. En dan over de verantwoording vervolgens. Dat hebben we ook geprobeerd om zo light mogelijk te doen. En daarbij is eigenlijk een knip gemaakt op 125.000 euro. Dat is gebruikelijk bij subsidies. Dat past in de kaderregeling waarin de subsidie valt. De verantwoording gebeurt via de jaarverslaggeving. En voor bedragen hoger dan die 125.000 euro geldt dat niet besteedde middelen bij de vaststelling van de subsidie kunnen worden teruggevorderd. Dus dat vraagt om goed bij te houden wat het programma behelst, welke kosten zijn gemaakt, hoeveel leerlingen zich inschrijven en deelnemen. Er zijn geen vormvereisten of iets dergelijks voor de administratie. Maar het is wel aan te raden om een presentielijst bij te houden en de uitgaven goed te documenteren.
En daarnaast geldt ook dat desgevraagd een aanvrager ook inzichtelijk moet kunnen maken wat de inhoud van het programma is geweest en dat de ontvangen subsidie gewoon goed besteed is. Dat geldt natuurlijk altijd. Maar dat is alleen desgevraagd. En verder is het goed om in de gaten te houden dat boven die 125.000 euro... dat je gewoon moet kunnen laten zien dat er inderdaad zoveel leerlingen deel hebben genomen als voor wie je hebt aangevraagd minimaal. En dat het geld besteed is. Zeg ik dat zo goed? Ik kijk nog even naar Willem. Ja, je klikt. Ja, super. En nu heb je het over inderdaad uren die gemaakt worden. Er wordt gevraagd of je ook bijvoorbeeld leermiddelen mag aanschaffen of een locatie als het niet zelf op de school kan. Ja, er kan allemaal locatiehuur, spullen aanschaffen, arbeidsuren, ook van derde partijen inschakelen, dat kan allemaal. Okay. Je kunt bijvoorbeeld ook studenten inzetten, hè? Dus je kunt ook zeggen van wij nemen contact op met lokale leraaropleiding. Bijvoorbeeld om via die hoek te kijken of er studenten zijn die bijvoorbeeld in de zomer misschien tegen een soort van bijbaantje, zomerbaantje, ook hierbij willen kunnen helpen. Oké. Er is nog een aanvullende vraag over dat tweede tijdvak. Ze nemen een RT'er aan. In de eerste ronde kunnen ze er dan van uitgaan dat het ook in de tweede ronde, dat ze dan die subsidie krijgen? Nee, daar is geen garantie op. Er is niet voor alle scholen genoeg. Dat is wel goed om ons te realiseren, daarom ook een beroep om, dat is eigenlijk vanzelfsprekend, maar om even goed na te gaan van is dit voor onze kinderen nodig? Maar goed, het is ook een hoop werk, dus zoiets doe je ook niet lichtzinnig. Maar het kan zijn dat er sprake is van overtekening en dat er geloot moet worden. Dus er is helaas geen garantie dat een aangevraagde subsidie wordt toegekend. We hopen wel dat we echt heel veel besturen kunnen helpen, maar geen onomkeerbare uitgaven. Okay. En hier wordt ook gevraagd, er wordt in de aankondiging van 15 mei gesproken over een aanvullende bekostiging voor nieuwkomers in POVO. Ja. Is daar nog een nieuwe update over? Want nu lijkt dat niet meer terug te komen. Nou, volgens mij zijn het twee dingen. Er komt namelijk een verlenging van de periode dat er extra bekostiging is voor nieuwkomers met een kwartaal. Maar dat staat los van deze regeling, dus die komt er sowieso. Verder, als je zelf nieuwkomers op school hebt voor wie deze regeling ook van toepassing kan zijn, dan kan die daar ook voor worden ingezet. Maar dat komt daar dan bovenop, dat kwartaal extra. Lijkt me duidelijk. Voor de duidelijkheid, dat is dus niet onderdeel van deze subsidieregeling. Ja. Dus daar kun je ook niet zoveel vinden in deze subsidieregeling. Oké. Er wordt nog even voor de duidelijkheid gevraagd. Eén bestuur vraagt dus voor alle scholen die daaronder vallen de subsidie aan? Ja, of voor alle scholen voor wie het bestuur dat wil doen. Dus kun je in kiezen. Op één moment voor al die scholen. Dus het kan wel zijn dat het even verzamelen van plannen is voor een bestuur. Misschien wil jij even kort die stappen doornemen. Ja. Per bestuur wordt er inderdaad één hoofdaanvraag ingediend. De eerste stap is dat het bestuur een contactpersoon registreert. De link naar het aanvraagformulier gaat ook direct naar dat aanvraagformulier. Op het moment dat de link geopend is, dan kan het eigen bestuur worden geselecteerd. En dan zijn eigenlijk alle gegevens van het bestuur al ingevuld, behalve de gegevens van de contactpersoon. De contactpersoon registreert zich en drukt op verzenden. En vervolgens ontvangt men een mail met een link. Als er op de link wordt geklikt, dan kunnen alle scholen die onder het bestuur vallen worden geselecteerd. En kan er voor elke school een aanvraag worden ingediend. Dus de deelaanvragen gaan echt op schoolniveau. Dus mocht school A al direct weten hoe ze invulling willen geven aan de subsidie, dan kan er vandaag al een aanvraag worden ingediend voor die school. De overige scholen kunnen nog tot het einde van deze aanvraagperiode kijken hoe ze invulling willen geven en hoe ze dat deelaanvraagformulier in willen vullen. De eerste stap is in ieder geval het registreren van de contactpersoon.
aan het eind is misschien ook nog een goede toevoeging. Per bestuur wordt er één aanvraag ingediend. Dus uiteindelijk wordt er één beslissing genomen over alle aanvragen die door het bestuur zijn ingediend. Mocht er sprake zijn van een loting, dan vindt die loting wel plaats op schoolniveau. Dus het kan theoretisch voorkomen dat een deel van de scholen wel is ingeloot en een ander deel niet. Oké, duidelijk. Kunnen jullie iets zeggen over het maximum percentage voor het speciaal onderwijs? 10 of 20? 10, in principe. Kijken, dit... En hetzelfde geldt voor het SBO ook. Het speciaal basisonderwijs is ook 10%. En wanneer kom je dan in aanmerking voor 20%? Bij een positieve achterstandsscore. Dat is niet mogelijk voor het SO of het SBO. Nee. Dus daarvoor geldt maximaal 10%. Dat heeft ook te maken met het deels de aanvullende bekostiging al die ze al ontvangen, ook voor de kleinere klassen die daar zijn. Gevraagd of je ook externe mag inschakelen. Ja, zeker. Zeker, ja. En ik zag ook de vraag over of daar een bevoegdheid voor nodig is. Dat is niet zo. Het is geen onderwijstijd, dus het is helemaal vrij. En Willem zei al van dat bijvoorbeeld interessant kan zijn om PABO-studenten in te zetten. Maar er zijn misschien ook wel andere partijen die ervaring hebben met het opzetten van zomerscholen. Dat mag allemaal. Maar gerealiseerd wordt dat de inzet ook van niet bevoegde derden nog altijd wel gebeurt natuurlijk onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de aanvrager. En dus ook dat je als team, je lerarenteam, daar ook een betrokkenheid bij hebt. Want ja, de lerarencollega's weten natuurlijk het beste welke inhoudondersteuningsvraag er is. En kunnen vervolgens er ook mee dus in die zin wordt dat het niet verplichte bevoegdheid wel daardoor ondervangen dat je toch ook wel als bevoegd gezag daar wel vragen over kan stellen. Hier wordt een vraag gesteld door wie of welke organisatie de ondersteuningsmiddelen voor VVE kunnen worden aangevraagd. Uit mijn hoofd zijn dat de aanbieders van VVE. Maar ik durf daar niet helemaal zeker over te zijn. Maar ik verwacht dat in de loop van de alle informatie over die regeling wel komt. Dus daar moeten we nog even geduld voor hebben. Excuses, ik weet heel weinig van VVE, dus ik durf daar nu ook niet met zekerheid iets over te zeggen. Dankjewel. Even kijken, kan deze de extra begeleiding die ze dan inschakelen al bijvoorbeeld starten op 1 juli, dus al voor die toekenning van 3 juli worden gedaan? Dan moet ik even heel diep graven over de... Of dat dan, ik denk dat dat... Niet. Dan hebben ze eigenlijk nog geen toezegging, denk ik, gehad. Nee, het gaat er... even kijken, ik pak eventjes mijn aantekening bij, want het gaat er eventjes om... het tijdvak dat beschreven is in de regeling waarbinnen de activiteiten uitgevoerd moeten worden. Dat moet aangehouden worden voor wat uit deze subsidie mag worden betaald. Alleen, ik heb die datum eventjes niet scherp, dus ik blader eventjes in de regeling. Ik zou er iets op kunnen zeggen. Vanaf 1 juli zie ik hier staan, het eerste tijdvak. Dat is dan de aanvraag, maar voor mij ging de vraag ook over van wanneer mogen we de middelen inzetten. Maar ja, de inzet van de middelen is van de zomervakantie tot de volgende zomervakantie. En ja, de zomervakantie verschilt qua begindatum en 3 juli is de eerste periode. Nee, maar volgens mij is de uitvoering is, tijdvak voor de uitvoering is ook beschreven in de regeling. Klopt, en dat is 1 juli. Dat is vanaf 1 juli. Klopt. Ja, dus niet voor, er wordt gevraagd voor 1 juli, dat is dus niet het geval. En die ondergrens van 30 uur, is dat per leerling of is dat per school? Nee, per leerling. Dat is per school gaat het over... we hebben het gesteld ook echt als ondergrens, omdat we zeggen het is echt veel geld. En dat betekent dat dat moet goed worden besteed. Dat betekent dat we ook wel een substantieel programma verwachten voor dat geld. Dat geld moet goed worden besteed. Maar niet weg dat als een leerling met 4 uurtjes of 10 uurtjes enorm geholpen is, dat die nou natuurlijk dat daar natuurlijk binnen mag vallen. Oké. Het uitgangspunt van deze 30 uur is inderdaad het programma. Alle leerlingen moeten een programma kunnen volgen dat 30 uur omvat. Kijk, is dat een beetje het uitgangspunt. En als het inderdaad voor sommige leerlingen beter is, na 20 uur kom je erachter van hij is er.
dan wordt hij er niet aan gehouden dat hij de 30 uur niet heeft gehaald. Maar het kon het wel. Duidelijk. En dan wordt gevraagd, op het moment dat je boven de 125.000 euro komt, komt dat ook voor het bevoegd gezag? Of? Kijk, Annelies of Gerard? Ook al even naar zijn. Oh, dit gaat over de verantwoording, hè? De 125.000 euro. Het geld, dus de verantwoording wordt sowieso gedaan door het bevoegd gezag. Dus uiteindelijk het bevoegd gezag, die moet één keer verantwoording afleggen via het reguliere jaarverslag over alle middelen die ontvangen zijn in het kader van dit subsidie van alle scholen opgeteld. En dan in totaal of per tijdvak? In totaal. Eigenlijk per jaar, toch Pieter? Per aanvraag. Eigenlijk kunnen we het beter splitsen in aanvragen. Dus er wordt een aanvraag ingediend door een bevoegd gezag. Daar vallen 10 scholen onder, bij wijze van spreken. En bij de verantwoording zien wij die aanvraag en het aantal scholen dat daaronder valt. Wordt er gewoon gekeken hoeveel deelnemers hebben er in totaal deelgenomen van al die scholen tezamen. En kom je dan uit op voldoende deelnemers. En zo wordt die verantwoording ingericht. Oké. Er wordt gevraagd of ook de uren van overhead meetellen. En ik denk dat het dan gaat over die 30 uur. Die tellen niet mee. Het gaat die 30 uur zien op het programma wat de leerling kan volgen. Dus als je daar 2 uur van nodig hebt of 20 uur, het subsidiabele bedrag is het programma. Het is misschien ook wel goed om even toe te lichten nog. Het is ook niet zo dat bij de aanvraag er een soort van begroting wordt gevraagd waarin al duidelijk de kosten worden gespecificeerd. Hè, waarbij je een onderscheid kan maken bijvoorbeeld tussen overheidkosten of niet. Nee, de aanvraag is redelijk beperkt eigenlijk. En dat moet vooral worden aangegeven inderdaad wat is de inschatting, wat het aantal uur, wat het programma is, wat de leerling gaat volgen. En dat is iets anders dan wat de kosten zijn die jij nodig hebt als school om dat te kunnen organiseren. Duidelijk. Even kijken. Als een samenwerkingsverband passend onderwijs een aanvraag indient, kan een school van dit samenwerkingsverband dan in diezelfde periode ook nog een aanvraag indienen? De aanvrager is altijd een bevoegd gezag van een school. Dus als eenheid kan zelf geen aanvraag indienen. Wat natuurlijk over kan, is als een samenwerkingsverband zich opwerpt om centraal iets te organiseren. Maar dan zal de aanvraag door besturen per school moeten worden gedaan. En dan kan volgens wel de organisatie worden uitbesteed. Oké. Okay. Ik hoop dat iedereen deze helemaal meevraagt. Bij mij liep Annelies de video eventjes vast. Maar goed, zien we later nog een vraag terug. Even kijken, als je een aanvraag doet voor een bepaald aantal kinderen. En die kinderen die schrijven zich in, maar uiteindelijk komt een groot gedeelte van de kinderen toch niet. Maar je bent bijvoorbeeld die kosten wel al kwijt voor docenten. Het organiseren van alles. Wat gebeurt er dan? Hier geldt dus dat verschil ook tussen die 100, onder de 125 en boven de 125.000. We hebben uit mijn hoofd een percentage van 85% gezet. Dus het is logisch dat het wellicht allemaal wat anders loopt. Er zit iets marge in, maar niet heel veel. Dus wordt het programma echt veel kleiner, dan kan er wel teruggevorderd worden. Ik zie Pieter ook knikken. Dus het is ook aan te raden wel om iets van presentielijsten of zo bij te houden. Okay. Even kijken, hier wordt gevraagd wat het uurbedrag van leerkrachten voor extra lesuren is, waar ze van uit kunnen gaan. Als er 40 minuten les wordt gegeven, is het dan te... Sorry. Jij viel bij mij een beetje weg, maar ik wellicht dat de PO-raad daar iets over kan zeggen, want wat ons betreft is dat helemaal vrij. Nienke, weet jij daar een antwoord op? Nienke, je bent niet verstaanbaar, je microfoon staat uit.
Volgens mij was de exacte vraag het uurbedrag van een leerkracht, of niet? Ja. Ja, dan moet je een gemiddelde nemen. Dat vind ik een beetje lastig om te beantwoorden. Maar als diegene die deze vraag heeft hem even stelt via het loket, dat komt ook bij mij terecht, dan zorg ik dat hij een antwoord krijgt op zijn vraag, of op haar vraag. Oké. Even kijken, is er een vereiste of maximale norm voor de verhouding tussen directe onderwijstijd en indirecte organisatietijd in een programma? Ja, dus dan begrijp ik de vraag zo als in hoe rekenen we die 30 uur? Want je bent ook tijd kwijt aan voorbereiding, et cetera. Het gaat nu veel over die 30 uur. Nogmaals wil zeggen, dat is een soort minimumnorm waarvan we hebben gezegd, het is een bak geld die je krijgt, daar moet iets substantieels tegenover staan. Dus die gezegd hebben, en het gaat er wat ons betreft om het aantal uren ondersteuning dat een leerling krijgt. Dus dat betekent dat de voorbereiding het zit daar niet bij in. Oké. En die wordt overigens wel, daar mag overigens wel het subsidiegeld natuurlijk juist aan uit worden gegeven. Maar we hebben het gehad over de 30 uur hebben we echt gesteld voor de omvang van het programma dat leerlingen kunnen volgen. Oké. We hadden het eerder over die materialen eventueel die vergoed kunnen worden. Op welke manier kun je dat aanvragen? Want in het formulier staat alleen een aanvraag in uren. Oh, dat misverstand snap ik. We hebben dat, je vraagt een bedrag aan voor een maximaal aantal leerlingen. Daarvoor krijg je een bedrag. En dat mag worden uitgegeven aan materiaal, aan personeel, aan uren, aan locatiehuur, aan alles. Die vraag over het aantal uren van het programma, dat is eigenlijk meer ter informatie voor ons. Omdat we benieuwd zijn, wat gaat er gebeuren, waar is behoefte aan. Dus je vraagt niet voor een geld voor een aantal uren programma aan. Het formulier. En even aanvullend op Annelies. Inderdaad, het is zo dat het bedrag zelf op papier bepaald op het aantal leerlingen waarvoor jij als school denkt, daarvoor moet ik een programma organiseren omdat die leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, een programma nodig hebben. De aanvullende vragen die gesteld worden over inderdaad wat is het aantal uur of waar ga ik het aan besteden, ga ik het via een zomerschool organiseren of ga ik het via een weekend of via een verlengde schooldag. Dat is allemaal informatie die is extra nodig ook voor ons. Zodat wij op basis daarvan ook bijvoorbeeld in de monitor laten, want er wordt ook nog landelijk een soort van onderzoek naar gedaan naar de inzet van deze middelen. Daarbij is het ook mogelijk om op basis van deze vraag een soort van steekproef te formuleren, zodat het ook heel makkelijk wordt om achteraf ook goed in naar boven te kunnen halen via een kwalitatief onderzoek van wat is nou precies gebeurd en hoe succesvol is dat geweest. En dus dat is eigenlijk een wat ander type vraag dan specifiek de vraag over oké, hoeveel subsidie ontvang je dan en wat kun je er precies mee doen. Maar misschien nog even een aanvullende vraag dan, want ik heb verduidelijking. Materialen, dan gaat het om materialen ter behoeve van de leerlingen waarover we nu spreken. Hè? Of mogen scholen ook een compleet nieuwe taalmethode aanschaffen? Het lijkt mij sterk dat je een compleet nieuwe taalmethode aanschaft voor zoiets tijdelijks nu als die extra ondersteuning. Als het daarvoor is, dan is dat zo, dan mag dat. Het is wel echt de uitgaven zijn bedoeld voor. Of de subsidie is bedoeld voor uitgaven die je maakt voor het extra inhaal- en ondersteuningsprogramma wat je organiseert. Oké. Nu wordt er nog iets gevraagd over de planning. Dus wanneer weet je of je aanvraag wordt toegekend? Ik denk dat ik de vraag kan beantwoorden. Ja. Ik zie. Volgens mij is de uiterlijke deadline 3 juli. Het is voor ons allemaal heel krap, maar dat is het streven. En dan proberen we de beschikkingen in ieder geval per mail naar alle besturen te sturen. Dus die worden dan naar het bij ons bekende e-mailadres van het bestuur en naar de contactpersoon gestuurd. Vervolgens is het aan de contactpersoon om dit te delen met de verschillende scholen waarvoor de aanvraag is ingediend. Oké. Ik zie hier ook een aantal vragen voorbij komen die we al beantwoord hebben, dus die ga ik even overslaan. Mocht je nou later toch het idee hebben dat je vraag niet beantwoord is, dan hebben we nog het loket. Even kijken aan wat.
Ja, is ook al gevraagd. Kan de subsidie worden aan het versterken van de samenwerking tussen de voorschool, de school en door bijvoorbeeld PM'ers onderdeel te laten zijn van het ondersteuningsprogramma? Dus bijvoorbeeld om leerkrachten te scholen in die vorm. Ja. Ik kan de term PM'ers hier niet helemaal plaatsen. Pedagogische medewerkers. Ik denk dat het gaat om. Ja. Ik zat eventjes met persoonlijke medewerkers zo in mijn hoofd, maar dat was de ambtelijke context. nee. nee, volgens mij niet, maar collega's, want het gaat er echt om een programma voor leerlingen op te zetten. En hoewel ik me wel kan voorstellen dat zoiets leerlingen ook ten goede zou komen, is dat volgens mij te indirect om onder deze subsidievoorwaarden te vallen. Dus het moet direct te relateren zijn aan het programma dat de leerling in het kader van een inhoud- en ondersteuningsprogramma kan volgen. Dus allerlei heel zinvolle dingen. Het kan de neiging zijn om dat er ook voor aan te vragen, maar als je het niet redelijkerwijs kan toeleiden naar dit programma, dat is denk ik ook een beetje de vraag. Zo van, wat is redelijkerwijs uitlegbaar? Heel veel dingen zijn uitlegbaar en daar kan je ook niet één blauwdruk voor geven. Van, in sommige programma's is het ene veel logischer dan het andere, maar ja, dat is een beetje de achtergrond. Oké, bedankt. Even kijken hoor, we hadden het over die periodes van van inschrijving. Kan een bestuur voor andere scholen binnen eenzelfde bestuur, moet hij dan die aanvraag opnieuw insturen? Dus per tijdsperiode. Zie Willem knikken, kun jij dit bevestigen? Ja, of Pieter, ik zie jouw hand ook op. Ja. Pieter is van Dussie, mensen, dus die is onze expert op dit soort procedures en dat soort. Het belangrijkste is dat de contactpersoon zich in het eerste aanvraagformulier aanmeldt. Op dat moment krijgen ze een link waar ze op kunnen klikken en dan zijn alle scholen direct zichtbaar. Per school dient er nog een aparte aanvraag te worden ingediend. Op het moment dat er voor één school is ingediend, dan verandert het overzichtje met alle scholen in het beeld. Dan staat er dat daarvoor is ingediend. En zodoende kunt u ook gelijk zien voor welke scholen nog niet is ingediend. Maar de aanvraag op schoolniveau, dat wordt elke keer apart ingediend. Dat klopt. Oké, dankjewel. Hier de vraag. Nog een keer, er komen er toch nog wat vragen over ondersteuning in de klas en tijdens, voor, na schooltijd. Kan iemand daar nog even heel kort, nog een keer heel duidelijk zijn wat mag en wat niet mag? Zal ik hem proberen te beantwoorden en Annelies en Gerard, vul vooral aan. Kijk, veel vragen inderdaad komen over, ja, maar kan ik dit nou geld inzetten voor extra ondersteuning in de klas, hè, tijdens een regulier lesprogramma? En het antwoord is eigenlijk dat dit geld is echt bedoeld als een extra ondersteuningsprogramma of inhaal- of ondersteuningsprogramma. Dus buiten het reguliere onderwijsprogramma. Dus dat wil zeggen dat je het eigenlijk wel, hè, dus, en dat is natuurlijk heel logisch als je het hebt over okay, een zomeraanbod of een weekendaanbod. Dat is eigenlijk duidelijk dat dat buiten is. Maar het kan ook zijn dat het een verlengde lesdag is, dus wel op de lesdag zelf is, maar naast het reguliere programma. Maar het kan, naast het reguliere programma kan ook zijn dat bijvoorbeeld met extra ondersteuning in de pauzes wordt plaatsvindt. Maar bijvoorbeeld niet kan, is een soort van schakelklas waarbij je binnen een bestaande les dit gaat organiseren. Want dan is het niet meer echt dat het extra is buiten het reguliere programma. En daar zit het altijd een beetje zoeken in van wat is nou precies dan wel of niet. Dat was in principe de basis antwoord hierachter. Oké. Okay. Dankjewel, Willem. Maar is het voldoende helder of niet? Want ik kan me wel voorstellen dat mensen dit nog wel een beetje onduidelijk vinden. Ik ga even kijken of er nu vragen binnenkomen. Nee, zo te zien niet. Oké. Terug naar de. Ik zie nog een keer een vraag. Mensen die toch heel specifieke vragen hebben. We zullen straks de link plaatsen van het loket waar je dan je vragen dan nog een keer kan stellen.
Even kijken hoor. Pieter, is er ook een bepaald format voor het indienen van de aanvraag per school? Nou ja, voor elke school is er een op maat gemaakt aanvraagformulier ingericht al. Dus op het moment dat de contactpersoon zich heeft aangemeld en op de link klikt, dan is er een vooringericht format voor die specifieke school. Daarin staat dus bijvoorbeeld ook al wat het aantal leerlingen is op basis waarvan subsidie kan worden aangevraagd. Dus bijvoorbeeld of het een 10% school is of een 20% school. Daarnaast moeten nog wat monitorvragen worden beantwoord. Dus hoe wordt er vormgegeven aan het programma? Maar in principe is alles op maat op schoolniveau ingericht. Dankjewel. En hoe zit het als we twee besturen organiseren samen een zomerschool en één van die besturen wordt wel ingeloot en de ander niet? Hoe moet daarmee worden omgegaan? Allereerst wordt een bestuur niet in zijn geheel in of uitgeloot, maar een school. Dus het kan zo zijn dat een school net buiten de boot valt en is uitgeloot. Dan is het natuurlijk aan het bestuur om te kijken van, voor hoeveel hebben wij toegekend gekregen. Eventueel is het met de middelen die wel zijn verkregen wel mogelijk. Het is natuurlijk niet zo dat het programma alleen ingericht kan worden voor leerlingen waar ook voor subsidie voor is verstrekt. Alleen uiteindelijk moet er wel worden gekeken, welke scholen zijn ingelood. En dat zijn de scholen waarvoor de subsidieverplichting wordt aangegaan. Dat kan zo zijn dat twee scholen aanvragen en dat er binnen twee besturen en dat één bestuur een school heeft die helaas is uitgeloot. En dat wordt echt intern kijken hoe dat opgelost kan worden en of er eventueel iets mogelijk is voor de school die is uitgeloot. Maar dat is wel aan het bestuur zelf. Precies, en het loten wordt alleen gedaan op het moment dat er te veel aanvragen zijn. Ja, we hopen uiteraard dat dat helemaal niet nodig zou zijn. Ja, oké. Okay. Hier was een vraag. Het uurbedrag van eigen personeel kan volgens het GPL? Ja, dat is altijd een ingewikkelde vraag. Hè. Kijk, wat, daar gaan wij eigenlijk niet zo over. Hè. Dus wat wij nu zeggen is vrij simpel. Je kunt een subsidiebedrag aanvragen. Dat doe je op basis van waarvan je zelf eigenlijk inschat hoeveel leerlingen hebben daar behoefte aan dit soort programma. Voor dat aantal vraag je subsidie aan waarbij een standaard bedrag zit van 900 euro per leerling. Hoe je dat vervolgens uitgeeft voor de financiering voor dat programma, daar hebben wij verder geen aanvullende regels op gesteld. Dus of jij daardoor dan inderdaad voor de inhuur daarvan, voor de organisatiekant, een bepaald tarief hanteert, daar ben je zelf vrij in. Oké. Okay. Even kijken hoor. Hier vraagt, kun je de subsidie alleen aanvragen voor lesuren voor de leerlingen en niet voor de projectontwikkelingsuren? Dat is een specifieke vraag. Ik weet niet of... Nee hoor. Hiervoor geldt ook wat Willem zei, dat de besteding van die middelen waar dat aan wordt uitgegeven, dat is verder vrij en er zit zeker ook de voorbereiding in. Iemand die een soort samenvatting geeft en de vraag is of die bevestigd kan worden. Het programma, de materialen, de huisvesting en zo kan allemaal worden opgenomen in de aanvraag, maar hoeft niet worden opgenomen in een begroting, maar kan dus wel worden bekostigd vanuit de gelden die vrijkomen. En de kritiek zijn dan dus minimaal 30 uur en aantoonbaar in achterstand. Bijna. Het aanvraagformulier is inderdaad heel eenvoudig, dus daar hoeft niet al een hele ingewikkelde berekening van waar dat geld dan precies naartoe gaat. Dat is verder vrij. En inderdaad wel een minimum van 30 uur en aantoonbaar ook dat goed is besteed, hoeveel leerlingen daaraan hebben deelgenomen, et cetera. Maar de doelgroep, daar geven we wel een richting voor, leerlingen die een achterstand hebben opgelopen. Maar we vragen niet om per leerling aan te tonen met wat voor middelen dan ook, welke achterstand is opgelopen en of die is ingelopen. Oké, dankjewel. Pieter, volgens mij een vraag voor jou. In het aanvraagformulier, de contactpersoon vult alles in. En vullen we dan zelf de aanvraag in of doet die contactpersoon dat? Nou ja, formeel wordt de aanvraag ingediend door het bestuur. Nou kan ik het me voorstellen dat als een bestuur heel erg veel scholen onder zich heeft hangen, dat het de vraag is, hoe coördineren we dit het best?
dat is ook echt aan het bestuur in samenwerking met de scholen zelf. Ik raad het niet aan om die link naar iedereen door te sturen en dat nog te overleggen hoe dat te doen. Maar er kan natuurlijk altijd in goed overleg worden gekeken. Nou ja, dit zijn de vragen. Om deze aantallen gaat het. Dat die informatie bijvoorbeeld wordt doorgestuurd naar de contactpersoon. Oké. Okay. Daar hebben ze een redelijke mate van vrijheid in. Oké, dank je wel. Even kijken hoor. En hoe groot is de kans dat het gebeurt? Oh. Sorry, ik ben ook heel erg benieuwd. Hè. We zitten op 4:07. En ik wil even een korte enquête ook openzetten ondertussen. Dus ik ga ondertussen wel door. Maar ondertussen zet ik 3 een enquête open waarbij jullie... Ik vraag of jullie 3 vragen willen beantwoorden. Zou ons heel erg helpen om wel de inschatting te kunnen maken hoeveel gebruik van het gemaakt gaat worden of niet. Ja, deze zo'n vraag wordt inderdaad ook al gesteld. Van, hè, wat denken jullie? Of je vraag, want als we gaan voorbereiden, moet dat eigenlijk gewoon al nu beginnen. Maar dat is denk ik dus ook een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Dus daarvoor ook deze enquête. En ik kan wel misschien zeggen dat we, volgens mij hadden we uitgerekend dat er in principe voor de helft van de scholen voldoende budget is. Maar het is heel moeilijk te zeggen hoeveel scholen er gaan aanvragen en of er dus geloond moet worden. En hoeveel scholen er dan uitgeloot zullen worden. Ik durf daar inderdaad niets over te zeggen. Het hangt er ook vanaf hoe hoog de bedragen zijn die worden aangevraagd. Niet iedere school zal maximaal hoeveel aanvragen bijvoorbeeld. Maar het is echt afwachten. Iris? Ja? Zal ik nog even iets vertellen over de kaart die wij hebben gemaakt als PO-raad? Dat is goed. Wacht één momentje, want er staan een hele hoop vragen open. Ik zie dat daar best wel een aantal vragen tussen zitten die we eerder ook beantwoord hebben. Misschien zijn er wat mensen later aangehaakt. En ik wil jullie ook alvast wijzen op de vraag en antwoord die is opgesteld al. Want we hebben nu een hele hoop dingen genoemd waar jullie nog dingen kunnen nazoeken. Ik zal zorgen dat jullie straks allemaal na afloop een overzichtje krijgen van waar kan ik van alles vinden. En dan hopen we ook nog een aantal van die vragen die dan nu nog niet beantwoord zijn mee te nemen. Want we lopen al aardig uit de tijd inderdaad. Dan geef ik nu inderdaad het woord aan Nienke. Die zal nog even een toelichting geven op de kwaliteitskaart. En kunnen we nog heel even kijken of we daarna nog tijd over hebben. Nienke. Ja, oké, dankjewel Iris. Nou, wat mij betreft kan het heel kort. Het mooie is van deze subsidie is dat het heel veel ruimte aan scholen en schoolbesturen biedt om eigen keuzes erin te maken. En als school heb je natuurlijk zelf ook het beste zicht op wat er nodig is. Om hierna uitgebreid te vertellen van wat je zou kunnen doen. Een one size fits all kennen we niet. Daarvoor is iedere situatie en iedere onderwijssituatie eigenlijk anders. Wat we hebben gedaan is, we hebben een kaart gemaakt. En het is een beetje een vervolg op eerdere kaarten die we hebben gemaakt. Die zijn ook te vinden op les op afstand en op weer naar school. In die kaart bieden we eigenlijk informatie en ondersteunende vragen aan. En dat zijn eigenlijk vragen en informatie wat helpend kan zijn, hè, voor het bepalen van je doelgroep. En voor welke kinderen wil je dit? Hè? Want je bepaalt in principe je eigen doelgroep als school. Voor welke aanpak ga je kiezen? Hè? We hebben ook gekeken naar wat voor onderzoek is er eigenlijk beschikbaar. Wat zijn nu eigenlijk succesfactoren, hè? Als je het hebt over dit soort programma's? Die kun je er ook in vinden. We hebben er vragen in opgenomen van hoe ga je de leerlingen volgen. En daarmee is het ook wel belangrijk, hè? Er werd ook gevraagd naar externe partijen. Dat je jezelf ook afvraagt wie heeft eigenlijk de regie. Hè? Hoe zorg je dan voor afstemming met de externe partijen. En tot slot doen we ook nog een aantal voorbeelden. Goed voorbeelden, die zijn er ook al genoemd. Hè? Van hoe zou je het kunnen organiseren. En dan heb je het inderdaad over de verlengde schooldag. Over de zomerherfstscholen. Maar ook over hoe zou je het eventueel nog onder schooltijd kunnen doen, buiten het reguliere lesprogramma op. En we hopen met deze kaartje in ieder geval een beetje een soort helpende hand te bieden. En nogmaals, het zijn ondersteunende vragen, omdat wij ervan uitgaan dat je zelf het beste zicht hebt op je eigen situatie. Maar het kan wellicht helpend zijn om deze subsidie goed te gaan inzetten. Dus daar is goed om in ieder geval te weten dat het er is. En ik neem aan, Iris, dat het misschien straks wordt meegestuurd. Een link naar de kaart. Okay. Laten we dat doen. Ja, dus dat lijkt me handig. En mocht er vragen over zijn over die kaart, dan kun je dat ook via het loket stellen. Ze zijn nu ook al te vinden, toch? Op de website van de PO-raad, maar ook op www.weeropschool.nl.
Alles wat met deze periode te maken heeft, dat staat op les op afstand. Dus het staat niet op de site van de PO-raad, maar wij verwijzen er wel naar. Ik zie hier een verduidelijkende vraag. In kaart 5 staat dat ondersteuning onder schooltijd wel mogelijk is, maar net worden ze toch wat anders? Nou, het is onder schooltijd wel mogelijk als het maar naast het reguliere lesprogramma gebeurt. Exact. Ja, oké. Okay. Volgens mij aan het einde van de tijd. Willem, wil jij nog iets zeggen over de resultaten die je nu binnenkrijgt van de enquête? Ja. Even kijken, het wordt in grote delen gevolgd, dus dank daarvoor. Hè. Dus dat geeft ons, helpt dat enorm. Of jullie echt geïnteresseerd zijn in een soort van tussenuitslag, dat weet ik niet. Ik kan hem volgens mij ook naar jullie toesturen op het moment dat ik hem slide. Dan doe ik dat wel. Ik laat hem in ieder geval nog even openstaan. Dus als mensen ook hierna nog even willen invullen, dan kan dat. En ik zal ondertussen ook nog even kijken of ik nog individuele vragen kan beantwoorden. Via de vraag en antwoord aan de zijkant. Ja, dat zullen wij inderdaad kijken of we dat kunnen doen. Want dan denk ik dat we wel gaan afronden, aangezien we bijna op 4 uur zitten. We merken dat we echt heel erg veel vragen binnen hebben gekregen. Soms wat dubbelingen. Heel erg bedankt voor jullie aandacht in ieder geval. En wij gaan hier verder mee aan de slag. Eventueel kunnen de vragen en antwoorden worden aangevuld, mochten daar nog dingen niet in duidelijk zijn. En stel dus vooral ook als je nu geen antwoord hebt gekregen op je vraag, de vraag via het loket, waarvan jullie na afloop, zullen we even kijken of dat vanmiddag nog is of anders morgen, een mail met waar de regeling te vinden is, waar de vragen en antwoorden te vinden zijn, de kwaliteitskaarten van de PO-raad, het loket. Nou, volgens mij heb ik het aardig genoemd nu wat we daarin, wat de links zullen worden. Maar als we nog aanvullende informatie hebben, zullen we dat erbij zetten. Voor nu heel erg bedankt voor jullie aandacht. En we hopen dat het een en ander duidelijk is geworden. Bedankt. Dank jullie wel.